tijd en ruimte zijn eigenlijk dingen die niet te scheiden zijn. Tijd is ruimte en ruimte is tijd. Dat is een heel vroege fascinatie geweest in de ontwikkeling van mijn werk. Ik ben dat nog altijd aan het proberen om die abstractie om te zetten in beeld. En ik ben op die manier gekomen tot die vrij monochrome fotografische beelden. De uitvoering is eigenlijk twee fases. Dat is de fase van de voorbereiding. Dat is in mijn geval menging. Heel veel mengen. En dan de uitvoering hier het schilder zijn. Dus er is een beeld. Dit beeld wordt opgedeeld in hier in mijn geval 60 kleuren. Er is een onderlaag. En er zijn heel veel tussenlagen. Tekenen, fixatief, onderlaag en dan eindlaag. Het zijn allemaal fases die eigenlijk heel minutieus, vrij rationeel uitgetekend worden. Kleur is voor mij het abstracte, eigenlijk een soort totale abstractie, waar onze linguistische capaciteit ten einde loopt, die dan tuimelt in die volledige abstractie, waar we eigenlijk geen referenties meer hebben. Zoals het kunstenaarschap voor mij ook geen keuze is, is het eerder te maken met een existentieel gehalte. Het installatieve karakter van bepaalde werken is eigenlijk ontstaan uit een soort noodzaak vanuit een parcours en een soort ideeënontwikkeling. De noodzaak om die realiteit binnen te halen is een soort noodzaak om eerder compleet te zijn. Dus je hebt die volledige abstractie, maar dan wil ik iets binnenhalen die van het hier en nu is en die een hele concrete realiteit bevat. En dat is die krant geworden. Eigenlijk werk ik rond hele fundamentele elementen die een bestaan uitmaken. En die breng ik in het pictorale veld. Die krijgen daar vorm, worden getransformeerd en komen eruit als beeld. En ik kan alleen maar met die elementen werken, omdat ik niet geïnteresseerd ben in hoe de dingen zijn, maar dat ze zijn. Als kunstenaar blijft het werk altijd in het hoofd van die kunstenaar. Maar met de hoop dat er een contact ontstaat met de toeschouwer. Maar het is onmogelijk om die toeschouwer, wat in je hoofd zit, in zijn hoofd te leggen. Dus moet je ruimte creëren daarin en moet je dat openlaten.